De Stichting Ypsilon Suriname en het Nederlandse Trimbos Instituut hebben gisteren het UTSN-twinningproject Krakka Opo Bakka gelanceerd. De launch vond plaats in de conferentiezaal van het Psychiatrisch Centrum Suriname PCS en is gedaan door Joyce Dawson van de Stichting Ypsilon en Dickie Roelofsen, ervaringsdeskundige en docent van HEI, herstelwerkgroepen van het Trimbos Instituut. Dit project is gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken uit de zogenoemde Twinning Faciliteit Suriname-Nederland. Het uiteindelijke resultaat van Krakka Opo Bakka is een herstelacademie voor psychiatrische patiënten van het PCS. Roelofsen geeft aan wat haar rol zal zijn in dit project. Mijn functie is dat ik de startweek zeg maar open met een traject voor een week voor cliënten, voor hulpverleners en voor familie. Om daar een aanzet te geven in het denken over herstel en over ervaringsdeskundigheid. En de bedoeling is ook dat aan het eind van deze week duidelijk wordt wie de mensen zijn die in de kopgroep zitting nemen. Zeg maar. De kopgroep zijn cliënten van, die straks naar Nederland komen om daar ook zeg maar, een eerste aanzet te krijgen tot hun ervaringsdeskundigheid. Dus mee gaan kijken hoe een herstelacademie in Nederland vorm krijgt en daar... Nou ja, dat programma dat gaat zich nog ontvouwen, maar dat is wat ze gaan doen in Nederland. En dat zal voor 1 of 2 weken zijn. En dat is dus die Krakka Opo Bakka? Krakka Opo Bakka, juist, ja. Ja, en dat is gebaseerd op onderlinge steun en het weer opnieuw vinden van hoop in het leven. Voor mensen die soms geen hoop meer hebben en geen kracht meer ervaren. En ja, door de steun, onderlinge steun ook weer een gevoel gaan krijgen van eigen betekenis. Want dat is wat zo lastig is vaak in de psychiatrie, is als je bent opgenomen, is dat je denkt dat er niks meer mogelijk is en dat je niet meer van betekenis bent. En daar, nou ja, dat project gaat hierover, over dat je zeker van betekenis kan zijn. Het is, soms heb je een kwetsbaarheid of een aandoening of een beperking die niet meer overgaat. En herstel gaat over leren daarmee om te gaan. Aldus Dickie Roelofsen, docent van de HEI van het Trimbos Instituut. De herstelacademie zal de patiënten aanleren dat een aandoening niet het einde is. Ook proberen de organisatoren het stigma omtrent psychiatrische ziekten te doorbreken. De tijdelijk zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade, Jaap Frederiks, is blij met de start van deze twinningronde. Dit is in april pas van start gegaan. Deze nieuwe twinningronde en het feit dat we hier nu half november het eerste startschot kunnen geven, is een compliment aan het management van Twinning, maar vooral ook aan al die enthousiaste mensen die hiermee aan de slag gegaan zijn hier in Suriname en in Nederland. Ik ben heel blij dat het Twinning instrument er is. Er zijn heel veel goede ideeën hier in de Surinaamse samenleving waar aan gewerkt wordt met hun tegenhangers in Nederland. Die verwevenheid van maatschappijen, die is niet opgehouden toen Suriname onafhankelijk werd. Eigenlijk, als ik op de Antillen kom, en ik kom er niet zo vaak, dan merk ik dat de banden tussen Suriname en Nederland minstens zo sterk zijn als met onze Caribische landen, rijksdelen die niet onafhankelijk zijn geworden in 1975. En die banden, dat gaat om mensen. We hebben met de Surinaamse overheid geregeld meningsverschillen. En dat geeft ook niks, want het is een onafhankelijk land en ze maken hun eigen keuzes. Keuzes die soms wij niet zullen maken. Maar die maatschappijen, die zijn familie gebleven. Aldus Jaap Frederiks, tijdelijk zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade. De Nederlandse regering heeft 6 miljoen euro beschikbaar gesteld om voor 3 jaar uitwisselingsprojecten tussen Suriname en Nederland te ondersteunen.